Hij komt, hij komt. Kijk hoeveel sneller die is. Hey! Inmiddels best een tijdje geleden heb ik Little Nightmares 1 gespeeld. Maar wat ik nog niet had gespeeld was de DLC's. En er zijn 3 DLC's, dus vandaag ga ik de eerste van de 3 spelen. En oh, ik verdrink. Oh, en ik word getrokken. Is dit normaal of... Oh, we zijn iemand anders dus dan die we waren in Little Nightmares 1. En de reden dat ik dit weer ga spelen is omdat als het goed is dit jaar Little Nightmares 3 uitkomt. En dan moet ik natuurlijk 2 ook gespeeld hebben. En ik dacht, hé, laat ik dan gelijk de DLC's van 1 ook meepakken. Dat kan geen kwaad. Het is wel weer even wennen hoor, want het is een flink tijdje geleden dat ik dit heb gespeeld. Oftewel, ik heb eigenlijk geen idee wat ik kan verwachten. Kijk, deze deur die kan open. Oh ja, daar lopen al die... Hey, die hadden we in deel 1. Maar we zijn ook een ander poppetje, dus ik snap nu niet heel erg waarom we een ander poppetje zijn. Oh, kijk, daar loopt die gast. Oh, hij heeft iemand te pakken. Nee, hij zit te struggelen in zijn armen, vechten voor zijn leven. Net als een soort vlieg, zeg maar, in een spinnenweb. Weet je, dan weet je eigenlijk ook van als vlieg van het is gedaan, want zodra die spin komt, ben je dood. Dan zit je helemaal vastgeplakt. Oké. We hebben hier een boot. Ja, we zitten dus op een boot. Daar zijn we achter gekomen. In het einde van Little Nightmares 1 is hier nog meer iets. Nee. Zullen we hier inspringen? Oh, nee. Deze gast is net gepakt. Wat zit daar? Zal ik daar door dood gaan? Yo. Oh, ja, daar ga ik door dood. Oh, oh, dat moest ik niet doen. Waarom ben ik ook zo nieuwsgierig, mensen? Wat dit is niet slim. Ik heb dit altijd, zie je? Ik herken niet van, joh, misschien moet je dat niet doen. Ik zit trouwens, er zit iets aan mijn voet. Alsof ik een soort ontsnapt ben. Oké, laten wij niet me weer laten pakken door die glibbergas die hieronder zit. We moeten wel oppassen. Oh, daar hebben we dat oog. We moeten oppassen dat die gast die hier rondliep, dat die ons niet pakt. Want die liep hier net liep die daar met zo'n poppetje in zijn handen. Oké, wij kunnen hier aan de zijkant, maar hier zit dus ook een deur. Laten we gewoon kijken of we deze... Kunnen we deze openmaken? Nee, daar kunnen we niks mee. Oké, dan gaan we hier naar beneden. Dat is op zich ook prima. Dus ik denk dat dat prima is. Je weet het nooit in deze game. Oh, moeten wij nu langs dit oog? Nee, toch? Hé, er staat daar iemand. Wacht, wat? Oh, oh, zo, die kwam opeens deze kant op. Die zag ik even niet aankomen. Als het goed is, zijn we niet in dat licht. Zijn we veilig. Ik bedoel, ja, zolang we niet in dat licht staan. Hey, waar ga je naartoe? Kom terug. Je hebt een zaklamp. Ik wil ook een zaklamp. Kerel. Gaan we nu gewoon wegrennen van elkaar? Is dat hoe we het gaan doen in deze game? Hallo? Wacht, hè? Waar is ze naartoe? Die liep hier net. Is hier doorheen gegaan? Oh, ik kan daar ook doorheen. Hallo? Wat is dit voor een kamer? Een soort speelgoedkamer of zo. Zie je met zo'n ronddraaiding? Dit staat altijd in een speeltuin. Hier schommels. Het is echt een speeltuin. Ja, een wip. Ik denk dat we met die wip hier omhoog kunnen. Dus dan moeten we even de andere kant op zetten. Of, oh, nou, er zit hier ook gewoon een deur. Ja, we gaan wel even hier op. Misschien dat er hier boven dat kastje nog iets leuks zit. Oh, dit is wel lastig besturen. Ik ben dat hele 2D-achtige gevoel niet meer gewend. Normaal beweegt de wereld mee. En nu staat de wereld stil en jij beweegt in de wereld. Go, spring! Oké, ik heb het wel gehaald tenminste. Kan ik hier dan ook op? Oh, nee, oké, mis. Ik denk dat als we dit slepen, dat we dan misschien erop kunnen klimmen. Maar hier kom ik toch nooit bij daarboven. Hoezo? Had zij ook een touw? Kan ik nu erop? Oh ja, we kunnen klimmen gewoon. Oh, nu kunnen we er ook doorheen. Ja, moeten we die persoon die daar is gewoon achtervolgen of zo? Oh, oh, niet falling damage pakken. Yo, persoon, wil je niet voor mij wegrennen? Ik ben niet kwaadaardig, oké? We zijn allebei mini-personen. Dus je zou kunnen weten dat ik niet slecht ben. Ik ben niet zo'n groot, lelijk monster. Is ze daar ingegaan? Hier zit ook een luik. Misschien dat we die even kunnen openmaken. Die kunnen we openmaken. Oh nee, die kunnen we niet openmaken. Oké, dan springen we hierin. Gezellig. Nee, oh, dit is heel normaal. Waar ben ik? Waar ben ik nu? Oh nee, in het water. Oh, maar daar waren we net ook. Ik weet niet of het water heel goed is. En waarom liggen er ook van die blikjes? Oké, laten we zwemmen. En ik hoop niet dat er net zoals er net een handje daar in het water zit. En waar moet ik nu naartoe dan? Kan ik hier gewoon via klimmen? Nee. Oh, misschien dat we zo'n doos moeten slepen. Kan ik jou meenemen? Nou, niet echt eigenlijk. Kijk, deze kunnen we meeslepen. Oh, maar dit ding is wel echt enorm zwaar. Dus het duurt even voordat we er zijn. Die andere persoon die kan nu letterlijk al aan de andere kant van het schip zijn. In de tijd dat ik dit ding verplaatste. Maar nee, dat is op zich niet heel erg. Ik denk dat ze niet aan de andere kant van het schip zou zijn. En zowel, dan hebben we een groot probleem. Maar daar gaan we nu even niet over nadenken. Laten we hier op en dan... Hallo, ik moet daar dan toch op kunnen? Hé, hey, wat is dit? Ja, ik kan erop. Oké, goed. Oh, ja, mijn zaklamp. Kijk, oh, dat is heel handig. Even kijken, wat hebben we hier allemaal? Ja, waarom is het hier ook zo donker? Eigenlijk had ik liever dat het gewoon licht was en dat ik niet mijn... Oh, ze is hier geweest. Kijk, voetstapjes hier. Oké, dus we gaan de goede kant op. Oh, nee, een bloedzuiger. Rot op, laat me met rust. Oh, wat, we gaan weer het vieze water in. Oh, nee. Laat me met rust. Mensen, dit is niet heel... Oh, daarboven ook. Zo, die viel echt bijna om mijn hoofd. Hé, hey, ze zijn overal. Oh, nee. Omhoog. Go, snel. Gelukkig kunnen ze niet klimmen, maar...
Gatsidari, wat een vieze wormpjes. Oh, nu komt het zieke parcours. Go. Oké, we hebben het gehaald. Het klinkt wel alsof het schip instort, zeg maar. Dus ik weet niet hoe vrolijk we daarvan moeten worden. Hé, hier ligt iets. Wat is dat? Lijkt wel een soort doek of zo. Oh, hier moet ik zwemmen. Oh, nee, dit gaat nooit goed zijn. Waarom zit er trouwens ook water in een boot? Als in, zijn we nu wel op de boot? Ik snap misschien een soort watertank of zo. Weet je wel, de opslag van drinkwater. Maar als je dit zo ziet, zou ik niet zeggen dat dit drinkwater is. En waarom er een kast bijvoorbeeld in het water ligt en al dat soort dingen. Dat klopt niet. Zitten we wel op de boot? Dat is de vraag. Kijk, ik weet nog, waren we niet met de trap van de boot afgegaan of zo. Maar is dit het vervolg van Little Nightmares 1? Of is dit gewoon een leuk tussenverhaaltje of iets wat er los van staat? Oh nee, er zit iets in het water. Doorzwemmen. Ik zie het. Hij is veel sneller. Go! Klim! Klim erop! Klim erop! Wat is het? Eigenlijk ben ik wel heel benieuwd wat het is, maar we kunnen het niet zien. Oh nee, ik vind het helemaal niet leuk. Als er hier ook monsters in het water zitten, die zie je gewoon niet eens aankomen. Ja, ik hoorde deze toevallig en ik zag dat er iets bewoog, maar niet echt heel fijn. Moet ik niet deze kant op? Huh, misschien als ik zo spring? Nee, hè? Oké, nou, ik kan hier helemaal niks doen. Ook niet met die deur daar. En hier kan ik ook gewoon totaal niet langs. Ook niet als ik op die dozen spring. Dus misschien dat we hier omheen kunnen? Of, oh nee, oh, ik dacht dat we de afgrond in zouden vallen. Oké, dit is niet heel erg. We zijn hier gewoon lekker fijn. Veilig in een soort van gare zwembad. We kunnen hier, kijk. Yo, zie mij die pull-ups doen. Yo, dit is sick. Even sport hoor. Even die rug meepakken. Oké, nee, laten we maar focussen op de game. Straks verdwaal ik helemaal en zo. En dan, daar wil ik eigenlijk niet naartoe. Je kan toch dingen gooien? Hoppakee. Oh nee, nu heb ik niks meer. Oh, deze kan ik nog gooien. Oké, ik moet iets dichterbij staan. Misschien dat we ze, dat zijn die wormen. Dat we dit op ze kunnen gooien en dat ze dan weggaan. Oké, wormpjes. 3, 2, 1, pak aan. Oh, dat is zo slecht. Oh, gaan jullie mij dit laten pakken? Oh, jullie gaan mij dit gewoon laten pakken. Oké, dan ga ik hier staan en dan gooien we het nu op jullie. Oh, ja, nu doet het iets. Ze komen mijn kant op. Hé, ze zijn snel. Laat me met rust. Oh, nee, ik dacht ze gaan weg. Ze gaan die buis in. Ik moet die buis dan denk ik in. Maar als die wormen hier vandaan komen, is dat niet heel goed eigenlijk. Dan wil ik het liefst niet die buis in. Ze komen niet achter me aan, dus dat scheelt wel weer. Maar kijk hoe krap dit is. Oh, er komt sowieso ook weer een jumpscare. Oh, toch niet. Oh, oké, laten we wel snel weer uit het water gaan. Ik vertrouw het water voor geen ene meter in het hele level. En iets van buizen, weet je wel, van die groene Mario buizen waar dan zo'n lekker wormpje uit komt zetten, vertrouw ik ook niet. Ik word een muis. En ik ben heel onverstandig, dus oh, we kunnen dit niet overhalen. Oh, jammer. Ik dacht, ik zie een hendel. Gelijk proberen om om te halen. Oké, dat werkt dus echt niet. Daar ben ik niet sterk genoeg voor. Wat is hier nog meer? We hebben hier een deur, maar hier ook nog met zo'n draaiding, maar daar kunnen we ook niks mee doen. Daar kom ik niet eens bij. Klein zielig poppetje ben ik. Oké, je ziet daar ook een hendel. Dus misschien als we zo... Oh ja, dan moet ik wel eventjes raak gaan springen. Oké, laten we dit nog een keer proberen. Go! Ja, dat werkt. Oh, nu gaat die aan. Kunnen we dan nu wel deze omhalen? Oh ja, nu kan het wel. Watersysteem gaat aan? Oh nee, dit stijgt omhoog. Ik weet niet of dat goed is. Stop, hou op. Waar moet ik dan naartoe? Ga ik hier verdrinken of zo? Jongens. Hallo, moet ik dit ding weer omhalen? Het stopt. Oh, en als ik het in het midden laat? Oh, dan blijft het ook tot dat niveau. Wacht, ik denk dat we daar rechts, dat we daar erdoor moeten. Dus we hem ietsjes... Ja, zie je daar rechts? Oké, ik spring gewoon in het water. Daar moet ik in. Laat me erdoor. Ik hoop niet... Nee, het stijgt niet verder. Oké, we zijn safe. Ik zie letterlijk zo weinig. Echt, er kan nu van alles uit het water komen. Het zal me niet eens opvallen. Ik vraag me wel af, hè. De game heet natuurlijk Little Nightmares. Maar ik heb nog nooit zoiets in mijn droom gehad. Of ja, droom. Het is een nachtmerrie dan natuurlijk. Maar ook dat niet. Even kijken. Wat moeten we doen? We hebben hier tonnen die we niet kunnen duwen. En moet ik dit er... afhalen of zo? Nee, dat kan ook niet. Ik kan dit niet weghalen. Dat was een zaklamp. Oh, hier dit misschien. Ja, hier moet ik doorheen. Wauw, ik moet gewoon mijn zaklamp aanzetten. Moet ik hier dan weer zwemmen? Dit ziet er zo... Wat is dat? Ik wou net zeggen, dit ziet er zo niet betrouwbaar uit. En er komen hier belletjes. Oké, maar laten we het wel maar doen. Want ik denk wel dat we hier doorheen moeten. Oh ja, het komt hem af. Nee, hij is veel sneller. Hij is veel... Klim erop, klim erop. Holy jemig. We moeten dus via de items, via de spullen hier, moeten we naar de andere kant zien te komen. Zonder dat monster... Hij zat daar op mijn neus. Oh nee, nee, nee. Nee, ga op de bank. Hé, hey, klim eens. Oké, dankjewel. Ja, maar hij is daar. Hij is vies hard aan het campen. Spring. Kan je hierop? Ik hoop voor je dat je hierop kan. Een hand! Nee, daar kon ik niet op! Nee! Oh, wat zielig. Nou, nu moet ik weer vanaf het begin. Oh, hij zwemt daar. Oh nee, ja, hij zit onder mijn gelijk. Ja, stop, ga omhoog. Klim erop. Dankjewel. En deze. Go. Ja, goed zo. Ja, hier moeten we dan doorzwemmen, denk ik, naar die doos of zo. Go. Go, 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 go.
Hij is daar! Oké, ja, dit gaat goed. En dan deze en dan deze. Waar moeten we nu naartoe? Moeten we nu... Daar zit een ladder, helemaal rechts. Oké, daar gaan we. Waarom ging dat ding zo raar doen? Hij zit achter mij! Laat me met rust! Klim erop! Ik zag die hand omhoog komen. Ik zag... Oh, nee, 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 ga terug, ga terug! Ja, maar, oh mensen, waarom loop ik het water in? Ik ben zo slecht. Ik had hem gewoon, maar de controls, het is niet heel lekker lopen of zo in deze game. Dus ik liep er gewoon weer vanaf. Ja, moet kunnen natuurlijk, maar handig is anders, als het ware. Oké, ik zit er nu wel goed in, ja? Ik clutch dit gewoon. Oké, en dan nu in één keer weer naar die doos zwemmen. Go, erop. En nu niet er vanaf lopen, oké? Ja, maar kijk wat ik doe. Hey! Ja! Bro, dit was niet mijn schuld. Hij duwt me er gewoon vanaf. Zie, hij zit met die hand, zit hij gewoon te duwen aan die doos. Oh, ik loop bijna van de brug af. En nu, ik hoop niet dat ik heel lang nog in het waterlevel zit. Want dit is echt niet voor mij weggelegd. Ja, ik moet daar naar die dozen toe. Oh nee, ga hier erop. Eerst hier erop. Als ze te lang dus op die dingen staan, dan duwt hij gewoon... Oh ja, ik ben dood. Ja, ja. Het is een mens, monsterachtig iets. Oh, ik spal gelukkig wel op die brug. Ik wou zeggen, anders gaat dit echt ongelooflijk lang duren. Misschien dat we gewoon, als ik vanaf hier spring, dat we eerder bij deze doos kunnen zijn. Nee, hij is daar. Go, laat me erop. En dan hier. Oh nee, ga erop, ga erop. Spring er niet overheen, sukkel. Hier erop. Wat is dit? Dit flesje. Oh, dit zat aan het begin van het level ook. Die had ik wel moeten kijken. Wat heb ik nu dan? Wat heb ik gepakt? Hier, ik ga deze in het water gooien. Neem hem. Oh, dat was niet in het water. Helaas. Go, 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 go. Trek jezelf omhoog. We zijn er. Ja, hè. Dit is echt een verschrikkelijk stuk. Oh, en dan zal je zien dat ik nu nog met dit in het water val. Dat zou ook nogal gebeuren. Dat zou echt iets voor mij zijn. Oh ja, nee, spring maar totaal de andere kant op. Dat is niet wat ik zei. Ja, eigenlijk zei ik niks, maar ik drukte op de knopjes. Deze hendel kunnen we wel overhalen. Wat gaat dat doen? Dat haalt die zak omhoog. Oh nee, moet ik aan die zak? Waarom is dat zo zwaar? Oh, nu gaat het makkelijk. Wacht eens even. Moet ik het wel zo ver omhoog doen? Dat denk ik niet. Nee, dit is goed. Waarom ze... Er steekt een hand uit. Mensen, waarom zijn er allemaal van die vieze, lugubere dingen in deze game? Oké, dan hebben we hier een haak. Nee, val maar. Nee, ja, echt. Val maar in het water. Dat is echt heel handig. Hé, ik heb de haak, mensen. Het mocht even duren. Kijk eens, en we zijn hier. Wat ligt hier? Een vis. Wat moet ik met die... Er komt allemaal vis hieruit. Wat moet ik daarmee? Kan ik hier erin of zo? Of kan ik dit visstukje gebruiken om aan dit monster te geven... dat hij mij dan laat overzwemmen of zo? Hier, als ik daar die vis gooi. Ga jij dat dan pakken? Hij is daar. Oh, hij gaat erop af. Ja, go. Nu moeten wij snel deze kant op. Go, zwemmen. Hij komt, hij komt. Kijk hoeveel sneller die is. Ik heb het. Oh, mensen, dit scheelde zo ontzettend weinig. Oh, en ik heb de checkpoint. Oh, ik hou van dit spel. Holy moly. Is dit alleen maar rotzooi hier? Schoenen. Er liggen schoenen. Waarom komen er hier schoenen? Oh. Wat een stress. Oké, laat mij hier maar eventjes in. Oh, nee, ik wil er niet in. Oké. Ratten. Goed, we zijn in ieder geval dat monster nu voorbij. Ik hoop dat we die ook voorbij blijven, want ik vind dat echt geen lekker ding. Laten we deze plank zo duwen. Dat lijkt me, ja, zeer verstandig. Oh, dan moeten we nu wel goed erop lopen. Goed balanceren, oké. En een sprintje en jump. Oh, dit gaat goed. Ik had verwacht dat het slechter zou gaan. Als je dat stuk net eventjes vergeet, dan ging het toch eigenlijk best wel goed, mensen. Kan ik nou niet deze deur openmaken? Nee, hoezo kan ik dat niet? Oh, zit hier een plank los. Oh, ik zie al wat we moeten doen. Ja, en dan zo. En dan nemen we... Oh, nee. Wel recht lopen. Ja, en dan moet ik bij de hendel. Oké, ja, ik snap hem. Ja, ik heb hem. Hier. Oh. Nee, niet dit weer. Ga door met die deur. Zouden we niet hier aan de zijkant kunnen? Nee, dat kan niet. Duidelijk. Hier erop. Ik kan er niet op. Oh, waarom kan dat niet? Zit dat monster hier wel? Nee, voor mij is dat monster hier gewoon niet. Nou, voor de verandering is dat ook een keer niet erg. Want dat is echt mijn nachtmerrie. Oh, nu gaat het water hier naar beneden. Oh, maar waarom staat het hier allemaal onder water? Dat vraag ik me nog steeds af. Dit ding beweegt. Ik denk dat we eventjes moeten kijken of er iets in deze pot zit. Ja, misschien zitten er alleen ratten in. Hè? Dat kan ook. Yo, ik ga jou even eraf duwen. Het is een... Oh, nee, een worm! Worm. Waarom doe jij zo zielig? Achtervolg je mij wel? Jij achtervolgt mij wel. Ben jij zielig omdat je nu niet meer in het water zit of zo? Die sleutel, die wil ik. Nee. Ja, maar luister. Ik kon niet lopen omdat ik die sleutel vast had. Oké, waar heb ik die sleutel voor nodig? Dat is... Oh, hier. Voor in het slot. Ja, dat is natuurlijk redelijk logisch. Krijgen we die om voordat... Gaat die worm nu gewoon nog achter... Die worm gaat gewoon nog achter me aan. Laten we even de deur dicht doen. Dan kan die worm hier niet naartoe komen. Hier. Zoek het uit, worm. Ik heb aan de ene kant nog wel het gevoel alsof we op de boot zitten. Gewoon omdat we zo'nzelfde sfeer
plek is. Maar verder echt niks lijkt erop dat we op de boot zitten. Het enige wat we kunnen doen is voor mij deze verplaatsen. Ja, ik kan die hier in het water gooien, maar wat schiet ik daarmee op? Oh, wacht, kunnen we niet deze gebruiken of zo om aan de overkant te komen? Is dat niet wat we moeten doen? Oh, we kunnen het water natuurlijk weer omhoog doen. En dan kunnen we gewoon hier erop klimmen. Nu kan dat niet. Ja, ik denk dat we gewoon naar de overkant moeten komen. Alleen ik snap niet waarom we dan deze dozen nodig hebben. Het is toch niet dat als ik dit water omhoog doe, dat dat monster er dan opeens zit. En dat we dan weer niet mogen zwemmen. Oh, ja, nee, ja, dit is natuurlijk niet het monster, maar het is die elektriciteit. Ja, helder, duidelijk. Ik probeerde wel op de doos te springen, dus wat dat betreft. Maar ja, ik sprong mis, wat ik nogal vaker doe in deze game. Echt verschrikkelijk. Ja, nu is de stroom van het water af. Ah, ja, dat verklaart een hoop. Oh, ik weet niet of dat... Dat ging net goed. Ligt hier een dode rat? Ah, ik kan hem meenemen. Yo, we hebben een nieuwe vriend. We hebben een rat. Die blijft voor altijd bij me. Yo, wat is dit voor gekke plek? Hier vertrouw ik niet heel veel van. Oh, rat. Ik zou je toch hier moeten achterlaten, want ik moet klimmen. Het spijt me. Hey, dat was de monster. Wat een lelijk ding. Waarom is die zo lelijk? Oh, ja, nu moet ik hier weer... Ja, ja, lekker is dit. Oh, nee. Daar komt hij al, hoor. Ja, kijk, kijk, daar komt hij aan. Zijn deze planken niet genoeg? Nee, die planken zijn zeker niet genoeg. Oké, het spijt me. Het was een grapje, meneer. Ik vind je helemaal niet lelijk. Ho, laten we even hier naartoe gaan. Alhoewel, ik vrees dat ik dat niet ga redden. Zwem, mijn poppetje, zwem. Zo snel als je kan. Wat is hier? Wat is dit? Oh, dit is weer vis. Ah, en ik moet daar naar die planken, zeker. Oké, vies lelijk watermonster. Ik weet niet wat je bent, maar blijkbaar vind je vis lekker, dus neem het. Neem het en ga daar naartoe en laat mij met rust. Ik weet niet hoe ver door we moeten zwemmen. Hier kan ik op. Ik weet namelijk niet of er daar iets is. Kijk, we kunnen zo rondkijken. Oh, gaat hij naar me toe? Oh, ik weet het niet. Laten we maar doorgaan. Straks tikt hij me nog omver. Ja, dat bedoel ik. Blijf weg met je stomme rotpoten. Moeten we daar helemaal naartoe? Is dit serieus? Moet ik zo ver zwemmen? Go, rennen, rennen. Die planken zijn ook niet goed genoeg. Oké, moeten we nog verder? Ja, we moeten nog verder. Oh nee, waarom is het zo'n lang stuk? Laat me niet nu afgaan. Doe het niet. Dankjewel. Wat is daar nog? Nee! Oh mijn... Nee, stom ding. Stom, achterlijk ding. Oké. Hier zijn we denk ik even een soort van veilig. Oké, waar moet ik naartoe? Kan ik daar in die boot? Hij zit gewoon aan die kast te duwen. Wat een gek, joh. Nu zit ik lekker in mijn bootje. Waar moet ik naartoe? Oh, we moeten nog verder. Oké, daar gaan we. Zwemmen, zwemmen, zwemmen. Lekker zwemmen. Go, go. Ik heb het. Easy outplayed. Easy outplayed. Vies, lelijk monster. Nou ja, waarschijnlijk niet outplayed. Als we nog een boss battle krijgen met dat ding, wordt het echt verschrikkelijk. Dat wordt niet leuk. Dat kan ik je wel vertellen. Ik ben er nou... Oh, nee. Gelukkig kon ik mezelf daar omhoog trekken, want anders was het niet heel best geweest. Oké, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Wat is dit hier onder het bed? Zit hier nog iets in? Ik kan dit niet verplaatsen, maar er leek wel een raar geluidje vanaf te komen of zo. Nee, het lukt me echt niet. Mijn poppetje is daar niet sterk genoeg voor. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Oké, we moeten denk ik hier naar de overkant. Maar we zullen wel eerst in dat water hier beneden moeten springen of zo. Oké, zo misschien, maar dan ben ik hier. Kan ik hier... Ja, hier kan ik omhoog. Maar kan ik helemaal... Ja, ik kan helemaal door. Oh, er ligt hier een hendel. Waar heb ik die hendel voor nodig? Is hier ook een deur? Gaat die open? Nee, die gaat niet open. Oké, dus daar hoeven we niks mee te doen. Waar moet ik die hendel mee naartoe nemen? Nou, één ding is duidelijk. Niet in het water. Die moet daar dus. Oké, dan moet jij iets meer in het midden. Want dan... Oh, wacht. Luister, ik wil niet erop. Ik wil jou slepen. Nou, ik kan dat ding duidelijk niet slepen terwijl die in het water ligt. Hier gaat het water mee om... Oh, omlaag. Oh, dan kan ik hem nu slepen. Wacht, is de hendel er dan nog wel? Is dit de hendel? Nee, dit is niet de hendel. Is dit de hendel? Ja, ik heb de hendel. Hij leeft nog. Oké, dat is goed nieuws, want ik was hem helemaal kwijt. Ik weet alleen niet of we hem zo meteen, hoe we hem hier eruit gaan krijgen. Dat is, wacht, kan ik hem op deze doos gooien? Dat zou heel fijn zijn. Hij ligt er soort van op, maar dit is niet goed genoeg. Ja, zullen we het proberen? Wacht, we kunnen dit ding nu slepen en dan kijken of hij er... Hij blijft erop liggen. Oké, dat is een goed teken. Misschien dat het dan toch wel kan. Zullen we dit gewoon even proberen? Oké, als we het water nu weer omhoog doen. Ja, dan komt die omhoog zetten. Dat klopt. Het ding is dus, als je een item vast hebt, kan je niet springen. Dus ik weet niet, kunnen we hem zo pakken?
Waarom kan ik hem zo niet pakken? Oh, en hij ligt weer. Oké, okay. Heel fijn, heel fijn. Hij ligt weer op de bodem. Nu ligt hij er beter op. Oké, nu zou het moeten lukken. Oké, nu dit niet verpesten. Oké, dit was eventjes irritant. Dit was gewoon irritant. Heel simpel. Die hendel, die wilde niet meewerken. Die wilde niet gewoon normaal op die doos gaan liggen. Wat gaat er nu open? Oh, dan gaat daar een poort open. Oh, ik dacht al dat het op tijd zou zijn. Oh, dit ga ik dan nooit redden. Nee, oké, heel fijn. Ik weet niet waarom, maar ik had gewoon al zo'n vermoeden dat als ik die hendel zou overhalen, of ja, omdraaien, hoe je het ook wil noemen, dat die dan terug zou gaan om de een of andere reden. Dat heb ik denk ik wel eerder gehad in deze game. Dat je op tijd dingen moest doen en zo. En nu moet ik het redden. Nu moet ik het redden. Ja hoor. Oh, en hier is het weer heel donker. Oh nee toch. Dat kan nooit iets goeds betekenen. Hallo, is hier iemand? Ik ben een heel klein poppetje, dus ik doe niemand kwaad. Dus het heeft geen zin om boos te worden op mij. Oh nee. Ja, nee, dat monster. Nee, is dit de bos? Oh. Oké, we kunnen even kijken. Ik hoop niet dat hij al dit ding... Oké, daar moeten we... Hij gaat nu... Oh, hij kwam naar die deur. Oh, dat breekt hij gewoon helemaal. Ja, nee, tuurlijk, man. Heel logisch. Heel logisch. Oké, dan gaan we hier. Deze zakt. Deze zakt. Waarom zak jij? Ja, ik heb de haak. Oké, gelukkig. Slokt hij dat ding gewoon op? Of zonk hij omdat ik eraan zat? Ik wil, zo zwaar ben ik niet. Oké, 3, 2, 1. We gaan er gewoon voor. Go, 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 go. En gewoon in één keer door. Want te lang stilstaan op die dingen heeft totaal geen zin. En hier moeten we naartoe. Want hij slaat ons er gewoon af. Met het grootste gemak. Oh, waarom komt hij daar al? Ik moest hier denk ik niet naartoe. Dat scheelde zo weinig. Oh, nee. Oh nee, klim omhoog, klim omhoog. Alsjeblieft zeg dat hier iets van een checkpoint is of zo. Of dat ik hier wel naartoe moest. Want ik zat echt te twijfelen. Oké, dit kan om. Waarom gaat alles aan, maar er gebeurt verder niks. Hallo, maar dit plank daar is kapot. Ik weet niet of ik het dan nog wel... Oh, wacht, hier met de... We kunnen misschien aan deze lamp swingen. Als dat zo is, ben ik echt geblij. Ja, dat is het. Oké, goed. Oeh, anders wist ik niet of ik het wel zou halen. Oh nee. Hé, waarom zit hij daar nou weer aan? Kijk, haal dit om. Wat gebeurt er dan? Waarom komt hij? Waarom breekt hij dit? Hallo, waarom doe je dat? Luister, ik zit vast. Ik zit vast, want die doos waar ik net op was gegaan, die was kapot gemaakt. Ik was te ver doorgegaan. Kijk, we moeten nu weer hier naartoe, denk ik. En dan moeten we hetzelfde pad volgen. Maar dan moet ik nu een stuk verder extra zwemmen. En dat gaat nooit lukken. Dat gaat nooit lukken. Kijk, die hier is kapot. Dus ik moet nu in één keer daar naartoe. Nee, dat red ik niet. Dat red je niet. Ah, wat naar? Oh, nee. Ik heb mezelf... Dit heb ik gewoon zelf gedaan. Dit was niet handig. Mijn eigen schuld. Het is niet het allerergste. We hebben gelukkig hier een checkpoint. Dus ik hoop dat die doos dan ook gereset is. Anders zou dat wel een beetje onhandig zijn. Dus we gaan gewoon weer hier naartoe. En we halen deze weer om. Kijk, nu gaat het ook in één keer goed. Kijk hoe lelijk die is. Wat is het? Het is ook zo'n monster. Maar een watermonster. Het is een mutatie. Net zoals al die jaren evolutie in het eten van die kleine poppetjes heeft ervoor gezorgd dat deze in het water leeft. En nu deze kant op. Go, 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 go. You got this. Ja, we hebben het gehaald. Oh, hij stort in. Hij komt achter me aan. Pardon, pardon. Waar moet ik naartoe? Moet ik me aan dit ding omhoog? Nee. Oh, nu ga ik... Wauw. Oh, nee, serieus? Ik had niet even een momentje tijd om te kijken wat er zou gebeuren. Ik denk dat ik nu wel weet wat ik moet doen. Ik denk, die tv die moet dus zeg maar niet het water in als ik in het water zit. Dus wat ik denk dat we moeten doen, is we moeten die tv er al eerder in gooien. Zodat als dat monster in het water zit, het water dan helemaal geëlektrocuteerd wordt. Ik denk dat dat het idee ervan is. Dus we moeten eigenlijk even zometeen kijken, want dat had ik dus net niet getest. Of we die tv gewoon kunnen duwen. Dat zou wel echt heel fijn zijn. Kijk, dit halen we nu makkelijk, nu we dat ding niet gesloopt hadden. Oh, ja, oké. Laten we proberen. Kan ik die tv... Ja, die tv kan ik duwen. Go! Duw hem in het water voordat hij dat ding af... Hij breekt hem zo snel. Hij moet gaan, ieder moment. Hup, tv! Wat? Waarom gaat hij niet... Oh, daar gaat hij! Werkt dit het? Is hij dood? Oh, en de stroom is eraf. Dus ik kan nu wel weer gewoon in het water. Ja, wij moeten hier naartoe natuurlijk. Oh, maar goed dat de stroom eraf ging, want ik spring volledig naast die tv. Ik wil hier op. Mag dat? Ja, dat mag. Oh, heerlijk. Maar nu is hij dus gewoon verslagen. Is hier nog iets of zo, iets wat ik moet zien? Nee, er is hier helemaal niks. Yo, hebben we het gehaald? Waar is trouwens dat poppetje van het begin? Die was ik helemaal vergeten. Hier zag ik wel nog zo'n fles staan. Ja, het is jammer dat we die andere niet hebben op het begin. Er zat daar ook daar eentje. Maar hij krijgt een briefje of zo, maar hij leest hem niet voor. Hij stopt hem gewoon in zijn broekzak en hij denkt van... Yo, ik weet het lekker, maar jij niet. Maar nu ben ik wel benieuwd. Gaan we dat poppetje van net nu tegenkomen? Of is het einde verhaal? Gaan we omhoog? Dat is op zich ook goed, want in het begin zijn we heel veel naar beneden gegaan. Yo, ik weet niet waar ik ben, maar kom ik nu... ga ik nu mijn vrijheid tegemoet? Het voelt alsof dit een soort van het einde is. We hebben net de bosbattle gehad en weer een hele, hele lange trap omhoog. Ladder eigenlijk. Hey! Wat?
Wat is dit? Hier kon ik oprecht niks aan doen. Oprecht, ik kon hier niks aan doen, want die kerel was gewoon sneller. Oh, is dit het ook? Of ben ik nu gevangen? Daar zit Six. Dat weet ik wel. Dat is met dat gele... Oh, ga weg met je vieze handjes. Oh, daar ben ik nu. Oh, so close. You'll do better next time. Ben ik echt gewoon af nu of zo? Was dit het? Dit voelt toch als het einde? Dit voelt niet als van je bent dood gegaan, probeer het nog een keer. Ik wou zeggen, ik heb het overleefd, maar dat heb ik toch niet gedaan. We zijn gepakt uiteindelijk. So close. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren in de volgende twee DLC's. Ik hoop dat die iets meer duidelijk maken, want dit was heel vaag. Vond je deze video leuk? Vergeet zeker niet de blauwe duimpje omhoog te doen. Abonneer mijn kanaal hier beneden en klik hier op een andere video die je zeker niet wil missen. Doei!